Welkom bij In Gesprek Met. Vandaag zijn we in gesprek met Inge. En Inge is kinderverpleegkundige in het ziekenhuis. Mijn naam is Sanne Verpaassen. Ik ben coach en ik help ambitieuze mensen hun doelen realiseren, vol energie. En vandaag gaan we het hebben over werk- en privébalans. Inge, ik heb een aantal hele mooie stellingen. Ben je er klaar voor? Ja, laat maar komen. Leuk. Dat kan ik op zich wel. Meestal lukt me dat best wel goed. Maar ik merk wel dat als ik soms emotioneel betrokken ben bij een wat pittigere casus of zo, dan gaat me dat echt wel wat minder goed af. Ja. Ja. En hoe vaak komt dat dan voor? Dat ligt heel erg aan wat er natuurlijk bij ons op de afdeling ligt. Mm-hmm. Soms liggen kinderen er heel lang of soms merk je dat iets heel erg aangaat. Ja. En dan is dat, vind ik dat moeilijker om het los te laten. Ja. Ja. En hoe het loslaten, dat is bij die in pittige casus lastiger. Ja. Is er dan iets specifieks wat je dan doet om dat dan los te laten? Ik merk zelf dat ik er veel profijt bij heb als ik een tijdje vrij ben. Dus als ik even niet op mijn werk ben. En wat we op het werk vaak proberen te doen is dat je niet te lang voor één casus zorgt. Dus dat je dan afwisseling krijgt. Ja. En een keer een ander kind gaat verzorgen, zeg maar. Ja. Ja. En naast mijn werk als ondernemer heb ik eigenlijk best wel veel flexibiliteit om mijn vrije tijd in te plannen en ook leuke dingen in te plannen. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hoe is dat bij jou in de zorg? Heb je daar ook voldoende tijd voor? Ja, zeker. Heb ik genoeg tijd voor. Dat komt omdat ik zie heel veel voordelen natuurlijk in onregelmatig werken. Het past heel goed bij me. Wat erbij komt bijvoorbeeld, als ik een dagdienst draai, ben ik al om 4 uur vrij. Dus ik ben echt heel erg op tijd thuis. Ik merk dat ik altijd heel erg nog even een momentje voor mezelf kan pakken. Ik woon best wel dicht bij mijn werk. Ik hoef maar misschien 2 minuten te fietsen. Dus ik probeer eigenlijk altijd te gaan lopen, zodat ik echt even mijn werk los kan laten. En dat is wel een mooie. Ja, dat is echt heel fijn. Dus zowel 's ochtends als 's middags loop ik dan naar huis. Ga ik even via de winkel. En ik vind zelf bijvoorbeeld koken heel leuk. Dus dan probeer ik 's avonds altijd even lekker te koken. Ja. Dus dan plan je echt gewoon die momentjes in. Ja, de kleine dingetjes. Ja. En dat helpt natuurlijk heel erg goed om weer die balans te vinden. Zeker. Ja, want je weet heel erg goed, ik hoor het. En dat is ook iets wat ik zelf ook echt altijd mensen aanraad. Van ga kijken waar je energie van krijgt en plan die dan ook in die dingen. Ja. Zodat je uiteindelijk weer makkelijker je werk los kan laten, maar vol energie je werk kan gaan doen. En heb jij dat dan ook met kleine dingetjes of zou dat bij jou dan? Ja, ook kleine dingetjes. Dus het kan zijn inderdaad wandelen, naar buiten gaan, het bewegen. En ik vind het heel erg belangrijk dat ik af en toe vanuit mijn hoofd, dat is bij jou ook natuurlijk, je bent ook met je cliënten bezig of met je patiënten bezig. En zit je af en toe in je hoofd, maar dat je ook voor een goede body-mind connectie zorgt. Dus dat ik echt weer echt iets met mijn lichaam ga doen of met mijn creativiteit. Dus inderdaad koken, wandelen, voor mij is sporten heel erg belangrijk. Koud douchen doe ik ook altijd, maar om even weer even in mijn lichaam te komen, niet in mijn hoofd te blijven hangen. Koud douchen? Ja, dat is echt een aanrader. Oh, koud douchen. Ga het een keer proberen. Werk- en privébalans voor mij is denk ik dat je tevreden naar huis kan gaan en dat je met een goed gevoel thuis kan komen. Maar dat het niet alleen te maken heeft met je werk en ook niet alleen met je privé. Dus dat je je prettig voelt over de dag die je hebt gehad op alle vlakken. Dus eigenlijk dat je gewoon aan het doen bent wat je leuk vindt, of het aan je werk is of in je privéleven, maar het een mooie aanvulling van elkaar. En dat het beide voldoening brengt. Ja. Ja. En voor jou? Ja, voor mij geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat je gewoon niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent. Ik vind het heel belangrijk dat ik gewoon echt energie van krijg van mijn werk. Ja. Aan de andere kant ook dat je gewoon in je privéleven gewoon lekker bezig bent. En voor mij is sporten heel belangrijk. En ik gebruik sport ook in mijn werk. En dat is zo tof als je dat kan combineren. Ja. Dat je gewoon datgene aan het doen bent wat je leuk vindt. En ik vind het heel mooi om bij jou ook te zien dat je straalt als je over je werk praat. En dat je bewust bent van, soms kost het iets minder energie. Of kost het iets energie, maar hoe kan je dat weer omzetten? Ja. Dus je bent heel erg bewust van wat je energie geeft. En volgens mij is dat de basisingrediënten om uiteindelijk daar fijn mee te zijn. Ja, zeker. Is er nog iets wat je zegt van, dat is voor mij echt essentieel om die balans goed te hebben?
Plezier. Dat je in beide plezier hebt. Dat je plezier hebt, hè, wat ik net ook zei, dat je plezier had uit je werk. Dat je na een dag thuis komt, dat je denkt, oh, mijn werk was leuk. Ja. En je gaat 's avonds naar bed en dat je denkt, nou, mijn privé, hè, thuis was het ook heel leuk. Ik ging wat leuks doen met vrienden of ik ging, dat het gewoon beide prettig was. En dat je daar een goed gevoel van krijgt. Ja, mooi. Dus plezier is de beste balans. Zeker. Nou, mooi. Dankjewel. Ja, bedankt.